krijgen. De heer Dijk, SP. Voorzitter, kinderen die gewoon uren aan het wachten zijn totdat ze naar school mogen. Ze zijn aan het wachten op chauffeurs die keistrakke roosters hebben, een waardeloos salaris krijgen, 13 euro per uur. Ik zei al, ontzettend strakke roosters niet worden doorbetaald bij ziekte. En dan staat hier iemand namens het kabinet te zeggen, een beetje verbaasd, dat er een tekort is aan personeel. Ik snap dat wel, dat er een tekort is aan personeel. En mijn vraag aan u is, waarom stopt u niet met aanbesteden? Gaat u net zoals mevrouw Westerveld net zegt, heel terecht, echt serieus werk maken van mensen in dienst nemen bij de onderwijsinstellingen, bij de scholen? Ja. En dan is mijn vraag tot slot, werkt deze markt goed voor u? De minister. Ja, voorzitter, de heer Dijk kan hier heel dramatisch doen naar mij verwijten dat ik de urgentie niet zie, maar dat is echt niet zo. Ik spreek met die leerlingen, ik spreek met de ouders en ik weet heel goed hoe dramatisch dat is voor de mensen die het aangaat. En ik wil daar echt alles aan doen. Maar chauffeurs tover je niet zomaar tevoorschijn. En dat gaat ook niet zo zijn op het moment dat je andersoortige dienstverbanden aangaat of iedereen maar in dienst neemt bij een school. Zo werkt dat niet. Ik heb aangegeven, maar ik verval in herhaling, volgens mij heb ik het meerdere keren gezegd. Ja, we moeten kijken naar slimmer aanbesteden. Ja, we moeten kijken naar grotere contracten voor die chauffeurs. Om het daarmee een aantrekkelijkere baan te maken. Mevrouw Pauverwij, BBB. En dank u wel, voorzitter. Dat dit een heel erg groot probleem is, dat lijkt me voor iedereen duidelijk. Volgens mij gelukkig ook voor de minister. Waar ik nu een beetje op aansluit, het antwoord van de minister is een van de zogenaamde oplossingen. Want het is me wel vaker gebeurd dat er hier eigenlijk nieuwe problemen, dat er een strik omheen gedaan wordt en er gezegd wordt dat is een oplossing. Maar vandaag spant wel een beetje de kroon wat mij betreft. Want ik hoor haar zeggen, de volgtijdelijkheid van doelgroepen omgooien. Waarmee ze specifiek doelt op het WMO-vervoer. Als we het hebben over de mensen die recht hebben over WMO-vervoer, hebben we het over drie groepen. Dat zijn mensen met een handicap, mensen met een psychische aandoening.